Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering in de reeks God bestaat, waarin ik een paar kleine afleveringen ga hebben over het bestaan van God en het kwade. Mijn naam is Peter Mikael en vandaag gaan we kijken dat het kwade bewijs is dat God bestaat. De vorige aflevering hebben we gezien dat het logisch mogelijk is dat zowel God als het kwade tegelijkertijd bestaan. Vandaag wil ik een argument presenteren, namelijk dat het juist bewijs is dat als het kwade bestaat, dan ook God bestaat. Wanneer we namelijk een oordeel maken dat iets slecht is, maken we ook indirect een oordeel dat er iets goed is. Bijvoorbeeld, hoe weet je wat lekker is? Dat weet je omdat je ook weet wat het tegenovergestelde daarvan is, namelijk wat vies is. Hoe weten we wat het kleur zwart is? Dat weten we omdat we ook weten wat het kleur wit is. Dus alleen met het tegenovergestelde weet je wat dat andere eigenlijk precies is. Dus hetzelfde geldt met goed en slecht. Als wij zeggen, hé, dat is slecht, dan zeggen we ook indirect, dat is goed. En wanneer we dus een oordeel maken over goed en slecht, of als we zeggen van, kijk, dat is onrechtvaardigheid, of kijk, dat is slecht, waarom bestaat het? Dan zeggen we dus ook indirect, hè, er is ook het goede. En als we zeggen, er is het goede, dan zeggen we ook indirect dat er een standaard van goed is. Dat er een lineaal is waaraan we meten wat goed en wat slecht is. Want anders, hoe bepalen we het? He, dit lijkt ook een beetje op het morele argument waar ik eerder een video over maakte. Dus nog een keer, als we zeggen er is iets slechts, dan zeggen we ook er is iets goeds. En als we zeggen er is iets goeds, dan zeggen we ook dat er een ultieme standaard is van goed. Dat er een lineaal is, een referentiepunt. Nou, hoe heet dat referentiepunt? Wij noemen dat referentiepunt namelijk God. Hij is de ultieme, absolute wet, standaard van goed. He, als je ook bijvoorbeeld zegt, hey, ik heb recht op dat, dan doe je eigenlijk een aanspraak op een bepaalde wet. En wetten of rechten komen alleen van andere bepaalde mensen. En omdat je het niet van mensen kan krijgen, omdat ja, wat maakt iemands mening of recht meer waard dan die van jou of van de ander, daarom moet het komen van een wetgever, een ultieme wetgever die boven de mens staat. Dus dit argument gaat over als je zegt, er bestaat iets zoals slecht, dan maak je een oordeel dat er ook iets goeds bestaat. Want anders, hoe weet je wat slecht is? Als je zegt, er is iets goeds, dan zeg je ook, er is iets, een ultieme standaard van goed. En wat is die ultieme standaard zijn? Dat kan geen mens zijn. Wat is het dan? Dat is dan God. En dat is het bewijs voor God. Twee mooie versen, maar waarmee ik wil afsluiten, is Lucas 18:19. Niemand is goed behalve één, namelijk God. En Psalm 106, vers 1. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dankjewel voor het kijken.